staan hier in de allereerste woning die we bijna klaar hebben. Of bijna, er moet nog wel veel gebeuren, maar in de afwerking. Deze boomstam hier, die staat hier als een van de vele pilaren, een van de vele kolommen die het dak dragen. En achter mij zie je een autobandenband. Een band die is gemaakt van autobanden die heel compact zijn gevuld met aarde hier van het terrein. En in één autoband gaan minstens 3 kruiwagens met zand. Dus dan kun je even voorstellen hoe zwaar ze zijn. Nou, verder zijn het hele lichte woningen, omdat de hele glaswand op het zuiden dicht is. En er zitten ook daglichten in, dus een koepel bijvoorbeeld. En het meeste hout wat hier is gebruikt is allemaal hergebruikt. Dus het is allemaal uit de recycling. En dat maakt hem ook, de woning ook relatief goedkoop. Ook al zijn ze nog steeds, omdat er heel veel tijd met name in zit, ook van professionals, zijn ze nog steeds, kosten ze tussen de 150.000 en de 300.000 euro. Maar dan heb je ook alles. Dat betekent ook dat je compleet zelfvoorzienend bent in je energie, in je water en in je riolering. Dus we hebben geen nutsvoorzieningen meer nodig in feite. Behalve dan wat we al zelf hebben. Dat is dus allemaal bij die prijs inbegrepen. Plus gezamenlijke grond en een gemeenschapshuis. Dus we hebben een heel project wat voor 23 huishoudens compleet in de eigen zaken gaat voorzien. Ook voor een deel in het voedsel. Mm-hmm.